Hey Kanjer, hoi hoi hoi, superleuk dat je weer hier bent om geïnspireerd te worden, om het maximale uit jezelf naar boven te halen. En ik heb er super veel zin in om weer wat tofs met je te delen. En deze keer wil ik het met je hebben over hoe en wat, de hoe en de wat. Waarom de hoe en de wat? Omdat heel veel vrouwen die dingen willen doen in het leven, in life, in business, struikelen over de hoe en de wat. En dat zorgt ervoor dat ze niet verder komen. We hebben allemaal diep gewortelde verlangens, dingen die we heel graag willen in het leven, in het ondernemerschap, die voor ons belangrijk zijn. De dingen die we willen, zoals bijvoorbeeld de vrijheid, je eigen tijd indelen, leuke werkzaamheden doen. Op jouw manier je leven indelen, goede gezondheid, fijne relaties, goed verdienen, fijne balans in het leven. En daaronder liggen jouw normen en waarden, wat jij belangrijk vindt in het leven. En als je dan je verlangen waar wil maken, want stel je wil bijvoorbeeld meer vrijheid en het ondernemerschap is voor jou dan juist een fantastische oplossing, omdat je dan precies je eigen tijd in kan delen, kan verdienen zoveel als dat jij wil, de werkzaamheden kan doen die jij graag wil doen, de dingen gaat doen waar jij heel veel energie uit haalt, dat je impact kan hebben met jouw talenten, dat je daar mensen mee kan helpen. Dat is wat je heel graag wil. En vervolgens komt er in jouw hoofd een gedachte of een stem die zegt: ja, maar wat dan? Wat wil ik dan? En vervolgens komt er een andere gedachte of een andere stem: ja, maar hoe dan? Hoe ga ik dit doen? En als jij geen antwoord weet op die vragen, op die gedachten, dan denk je: oké, dan doe ik niks. En natuurlijk, ik begrijp dat. Natuurlijk wil je weten wat wil je dan doen en hoe ga je dat doen? Dat is logisch, want als je dat helemaal niet weet, ja, dan weet je gewoon niet waar te beginnen. En toch kun je dan wel ergens een begin maken. Want een van mijn mentoren uit Amerika, Dean Jackson, ik was in een van de masterminds bij Ilke de Boer een aantal jaar geleden. En Dean Jackson vertelde mij ook dat dit heel vaak voorkomt dat mensen en ja, ondernemers, want we zaten met ondernemers bij elkaar daar, stagneren in het hoe. Ik weet niet hoe, dus ik ga het niet doen. En dat geldt hetzelfde voor ik weet niet wat, dus ik ga niks doen. Terwijl jouw intrinsieke motivatie, wat jij zo belangrijk vindt in het leven en wat jij zo graag wil, zou alles bepalend moeten zijn voor het zetten van die eerste stap. En wat doen we dus heel vaak niet, is we zetten die eerste stap niet, omdat we niet het wat en het hoe zien. En hier zit juist echt een hele belangrijke factor, een sleutel tot sneller doorbreken, als je in de gaten krijgt dat je jezelf aan het blokkeren bent, aan het saboteren bent. Want ja, ik weet niet de wat en ik weet niet hoe, dus ik doe maar niks. Dat kan ook een mechanisme zijn vanuit jouw beschermingsmechanisme van oké, dat nieuwe hè, wat jij wil gaan doen, ook al weet je nog niet wat en hoe. Ja, maar dat nieuwe, dat is wel echt onveilig. Dat is nieuw, dat is onbekend. En jouw hele interne systeem, jouw beschermingsmechanisme, die zegt error. Nee, en we doen niks. Terwijl de kunst van het leven is jouw hartsverlangen volgen. Dat wat je werkelijk zo graag wil. En dat is bijvoorbeeld meer vrijheid. Dat is bijvoorbeeld leuker werk doen. Dat is bijvoorbeeld meer mensen helpen met al jouw gaven en talenten. Dat is van grotere betekenis zijn. Dat zou jouw grootste drijfveer moeten zijn in: oké, ik weet nog niet de hoe en de wat. Of de wat en de hoe. Maar toch is dit iets wat ik heel graag wil. En ik ga het niet zoeken. Ik ga het niet bedenken. Ik ga het vinden.
Ik laat het op me afkomen. Ik ga het ontdekken. En ik denk als je deze intentie pakt voor jezelf, dat je daardoor veel meer mogelijkheden schept voor jezelf, omdat je je horizon letterlijk verbreedt. In plaats van, oké, ik weet niet wat ik wil en hoe ik het wil, of hoe ik het dan moet doen, en dan stopt het. Dan is het per definitie, er komt niks binnen. Terwijl als jij de intentie zet, oké, ik wil heel graag meer vrijheid, ik wil een fijner leven, ik wil een betere gezondheid, ik wil fijnere relaties, ik wil goed verdienen, ik wil meer in balans leven, ik wil de dingen doen die ik leuk vind. En ik weet de wat en de hoe niet. Maar I don't care. Dat parkeer ik. Dit is wat ik wil. En dan zeg je tegen jezelf, ik weet het niet, laat het me maar zien. Je staat open voor alles en je verwacht niks. En dat is heel erg belangrijk. Sta open voor alles en verwacht niks. Want verwachtingen scheppen per definitie vaak teleurstellingen. Want als iets niet aan jouw verwachting voldoet, dan is dat een teleurstelling. Oh shit, zie je wel, ik kan het niet. Ik ben hier niet voor geboren, dit is niet voor mij bestemd en je hoofd gaat met jou aan de haal. En die maakt er een heel verhaal van, die blaast het op. En dan kleineer je jezelf, je maakt jezelf kleiner. Terwijl jij zo'n krachtige vrouw bent, terwijl jij zoveel in je mars hebt, terwijl je zoveel te geven hebt. Dat is wat jouw mind, jouw hoofd met jou doet. Als jij heel erg in je hoofd zit en gedisconnect bent met je lichaam, met wat je voelt. Dus per definitie is verwachtingen hebben gevaarlijk, zorgt voor teleurstellingen, zorgt voor onzekerheid, dat je jezelf kleiner maakt. In plaats daarvan zeg ik altijd, sta open voor alles en verwacht niks. Op het moment dat je verwachtingen loslaat, laat je het proces los van hoe de dingen tot jou kunnen komen. Op het moment dat wij vasthouden, en ik heb daar al eerder over verteld, op het moment dat je alles in de greep wil houden, hoe het moet, wanneer het moet, precies met wie het moet, onder welke voorwaarden, dan geef jij, ja, zeg maar het universum, niet de ruimte om zijn volle potentieel in te zetten om jou te helpen, om jou te steunen, om jou te laten groeien, om jou te laten bloeien. En dat is echt, we hebben zoveel los te laten. Want als je loslaat, man, de eindeloze, ongelimiteerde mogelijkheden liggen voor je voeten. Ongelimiteerde potentie is er voor jou. En misschien denk je, ja, maar Danielle, ik wil graag gaan ondernemen en ik wil dingen doen die ik nog nooit heb gedaan. En ik weet eigenlijk niet precies wat. Maar ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus dan zal ik het wel niet kunnen. Of ik heb er geen opleiding in gedaan, of ik heb er geen ervaring in. Bullshit. Dikke, 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 vette bullshit. Want het zijn allemaal excuses. Excuses van jouw beschermingsmechanisme dat jij niet jouw volle potentie tot bloei laat komen. Jouw beschermingsmechanisme is per definitie niet verkeerd. Het helpt je ook als je de weg over wil streken en er komt een vrachtwagen aan en je komt bijna onder die vrachtwagen. Je beschermingsmechanisme is oké. Maar wel op de juiste momenten. En heel vaak speelt die dus op en wilde jou advies geven, maar verkeerd advies. In die zin dat je jezelf gewoon te klein houdt en tegenhoudt. En dat is zelfsabotage. We saboteren onszelf omdat op het moment dat we ons in het onbekende willen begeven, dan zorgt het onbekende voor een onzeker gevoel, voor een onveilig gevoel. Want wij, ons brein, de neuropaden
neurocorticale paden die wij in ons brein hebben geprogrammeerd, is allemaal gebaseerd op het verleden. Dus als je in het verleden, in je jeugd, omgang met je ouders, omgang met je broers en zussen of met vrienden, de dingen die tegen je zijn gezegd, hoe je je moest beschermen als kind, hoe je in je jongvolwassenheid, de dingen die je daarin hebt meegemaakt, of in je volwassenheid. Je hebt allemaal patronen ontwikkeld om te gaan met situaties. En die patronen zijn fijn, want die zorgen ervoor dat wij heel erg onze energie kunnen besparen op momenten dat we echt onze energie nodig hebben, dat die energie er is. Want iets wat een automatisme is, is energiebesparend, hè? Automatiseren. Waarom automatiseren ze zoveel in de wereld? Want dat scheelt tijd, dat scheelt dus mensen, dat scheelt geld. Dus dat automatisme wat wij in ons hebben, de programma's die wij dus onbewust hebben geprogrammeerd in ons brein door alles wat we in het leven hebben meegemaakt, zorgen ervoor dat wij dus energiebesparend kunnen functioneren en werken. Maar het onbekende, daarin gaan. Jij wil iets nieuws, je wil een onderneming neerzetten, je wil ontdekken wat wil ik dan doen en hoe wil ik dat dan doen. Maar allereerst de wat. Als je de wat nog niet weet, dan is de hoe al helemaal niet ter sprake. Maar als je de wat wel weet, dan komt het hoe. En het hoe kan je ook tegenhouden van, oh ja, maar hoe dan? En ik zie het gewoon niet. En ik heb nog een baan ernaast. En hoe ga ik dan een bedrijf opzetten? En ik heb nog een gezin. En hoe dan? En ik zie het niet. Laat maar zitten. Het is het onbekende. Het is dus misschien onveilig voor jouw systeem, jouw brein. Het is onzeker en dat wil zeggen dat jouw zelfsabotagemechanisme opspeelt. Want ja, jouw systeem wil niet zomaar dat nieuwe in. En dit is heel belangrijk om dit te onthouden, dat dit systeem dus continu speelt. Onderbewust 90%, nou, volgens mij, ik weet het niet, ik weet geen keiharde cijfers, maar volgens mij was het ongeveer 90% van ons systeem speelt zich onderbewust af. Dus hoe meer jij leert over jouw onderbewuste, de systemen die daaronder liggen, jouw onderbewuste mechanismes, jouw onderbewuste reacties, jouw onderbewuste afweersysteem, et cetera. Hoe meer je bewust wordt hoe het leven in elkaar zit, hoe jij in elkaar zit, hoe beter jij jezelf leert kennen en hoe beter jij daarin keuzes kan maken die werkelijk kloppen en die werkelijk bij jou passen. Daarom ben ik zo'n fan van persoonlijke ontwikkeling. Daarom ben ik zo'n fan van bewustzijn. Omdat hoe bewuster je bent, hoe objectiever je waarneemt, zonder daar een verkeerde betekenis aan te geven. En hoe zuiverder jij dus de juiste beslissing kan nemen in jouw leven. Om je te brengen daar waar je graag heen wil. Dus ik wil dit heel graag met jou delen, omdat er zoveel vrouwen zijn die zo'n ontzettend groot potentieel hebben. Ik sta er ook echt voor, maak je grootste groeisprong ooit. Want jij hebt ongelimiteerde mogelijkheden. Unlimited potential. Er is geen limiet. Ja, er zijn heel veel mensen die een bepaalde upper limit hebben. Dus ergens een onbewuste limiet hebben van oké, tot zover kan ik succesvol zijn en verder niet. Heel veel mensen die hebben dat. Het is ook een bepaalde overtuiging van, oh ja, ik kan maar 20.000 euro per jaar verdienen. Of ik kan maar 50.000 euro per jaar verdienen. Of ik kan maar een ton per jaar verdienen. Ik noem maar even iets. Of zelfs sommigen die een upper limit hebben van, nou, dat succes is nooit voor mij weggelegd. Nou, heel vaak zitten daar overtuigingen aan onder. Pijnstukken, trauma's vanuit onverwerkte dingen in je jeugd. En dat is heel erg interessant. Ik moet zeggen dat ik, ja, wanneer ben ik begonnen? Mijn persoonlijke ontwikkeling is al begonnen bijna 20 jaar geleden.
En zeker de afgelopen, nou, sinds 2000, dan moet ik het goed zeggen, 2015 heeft dat wel echt is dat heel snel gegaan. En ik vind het fantastisch. Ik lees heel graag boeken. Ik verdiep me er ontzettend in. Ik volg heel veel trainingen over persoonlijke ontwikkeling. Het ondernemerschap heb ik al heel veel trainingen in gevolgd. Ontzettend veel over geleerd. Maar uiteindelijk kwam ik er toch achter dat 80% van je succes mindset is. Dus ondernemerschap is leuk. De strategieën die je leert qua marketing en sales zijn fantastisch. Want dat betekent ik ontkracht dus eigenlijk wat ik hiervoor zei. Omdat ik zo sta voor ondernemen vanuit wie jij bent. En dan kan het geen fuck schelen wat al die strategieën zeggen, wat al die coaches, die business coaches zeggen, hoe het allemaal moet, volgens welke voorwaarden het moet, volgens welke regels het moet. Het is bullshit. Het is goed bedoeld en natuurlijk is het handig om te weten, want ik weet ook al die theorie. Maar waarom zeg ik het is bullshit? Het is bullshit als het tegen in jou, ja, als het in conclaaf komt met jouw bullshit radar. Want een strategie kan voor één ondernemer nog zo effectief zijn en die kan daar 1 miljoen mee verdienen. Maar als jij denkt, eigenlijk vind ik het bullshit, want dit is niet hoe ik het zie, of dit is niet hoe ik het wil. Dit strookt zo niet bij mij. Dit resoneert niet bij mij. Maar ik ga het toch proberen. Want die verdient daar 1 miljoen mee. Nou, misschien kan ik daar ook wel heel ver mee komen. En er zijn meerdere ondernemers die daar heel succesvol mee zijn geworden. Maar als het onbewust tegen jouw principes gaat, gaat het niet werken. Het gaat allemaal over resonantie. Als we het dan hebben over de wet van aantrekking, het kwantumveld, hoe ga jij succesvol iets manifesteren in jouw leven, op het moment dat het volledig in één lijn is met wie jij bent, wat jij wil en het resoneert. Die energie stroomt door je lijf, jouw gedachten en jouw gevoelens zijn in één lijn en het klopt precies met hoe jij het wil, ook al is het zo anders dan anderen dat doen. Maar die energy, je energie is aan. En mensen voelen dat. Mensen reageren daarop. Die denken, wauw, ik moet bij haar zijn. That's where the magic happens. Where the magic happens is, wie ben jij? Wie ben jij? Wie ben jij in jouw hele systeem? Zonder al je pijn van vroeger, zonder conditioneringen, hoe het allemaal zou moeten zijn. Wat wil je echt? Jouw hartsverlangen. De hartsfrequentie is een van de sterkste energetische frequenties die er is in het aantrekken van wat je werkelijk wil. Dat doe je vanuit wat je werkelijk wil. En als dat klopt, dan gaat het stromen. Hoe dan ook. Daar durf ik echt letterlijk mijn hand voor in het vuur te steken. Want dit is iets wat ik zelf heb onderzocht. Een heel pijnlijk stuk wat ik heb meegemaakt. Maar daar heb je al in eerdere podcasts iets over gehoord. En anders moet je me nogmaals eventjes terugscrollen. En ook mijn verhaal, dat is de tweede podcast. Daar vertel ik ook heel veel over. Dat was echt wel mijn grote ontdekking in zo belangrijk je hartsverlangen volgen. En als alles in één lijn is voor jou, dan gaat het werken. En dan kom ik weer terug bij het wat ga ik dan doen en hoe. Op het moment dat jij heel graag wil gaan ondernemen of iets anders wil gaan doen als ondernemer, je hebt al onderneming en je wil iets anders doen, dan begint het bij: oké, ik ga dat manifesteren. Ik weet het wat nog niet, ik weet het hoe nog niet, of je weet het wat wel en het hoe nog niet. Ik ga dit doen. En je zet de eerste stap. Dan zorg je al dat er iets in beweging komt. Jij zet iets in beweging, ook al is er voor jouw gevoel nog niks. Energetisch wel.
Onderbewust wel. Je zet jouw hele systeem aan. Jouw systeem van, kom maar, breng het maar naar me toe. Bring it on. Ik ben er klaar voor. En het kwantumveld gaat voor jou werken. Dus, wil jij succes, geluk, dan begint dat met, zet je systemen aan. Ga openstaan voor alles en verwacht niks. Zeg tegen jezelf, oké, ik weet het nog niet. Ik weet het nog niet, laat het me maar zien en ik ga het doen. En dan zul je zien dat er ineens toevalligheden op je pad komen. Dat je iets hoort, dat je iets ziet. Dat iemand iets tegen je zegt. Dat er ineens iets gebeurt. En dat is vertrouwen. Vertrouwen dat wat nodig is voor jou op je pad komt. Op het juiste moment, dat je altijd wordt gesteund. En misschien nog wel echt een hele mooie afsluiter. Is dat op het moment dat je dus die eerste stap zet. Dat je daardoor, en dat is, hoeft alleen maar een gedachte of intentie te zijn. Oké, ik weet het wat niet en het hoe niet. Maar ga ervoor openstaan. En het komt op mijn pad. Dat het antwoord, de wat en de hoe, veel sneller komen. Dan dat je zegt, ja, ik weet het niet. Dus laat maar zitten, ik weet het niet. Ik doe niks. En het is zo subtiel. Want het gaat over intenties. Intenties van je hart verlangen en dat loslaten. Ja, ik vind dit zo'n mooi proces. Ik moet zeggen dat in de groepen die ik begeleid, heel vaak vrouwen zitten die het wat niet weten en het hoe niet weten. Die stappen dus wel in mijn programma. Die betalen daar echt een heel goed bedrag voor. Dat ze ook gewoon daadwerkelijk vanuit dat stuk aangezet worden. Van oké, ik betaal hier goed voor. Dus ik wil ook echt resultaat. Dat is het voordeel ook van het vragen van goede prijzen. Is dat je ook goede resultaten met je klanten krijgt. Want ze willen graag waar voor hun geld. Dus dat is ook nog even een tip voor degene die, die daar nog mee zitten met prijsbepaling. En op het moment dat ze dus instappen, dan gebeurt er al iets. En in zo'n traject ontdekken ze ook de wat en de hoe. Ook al wisten ze dat niet van tevoren. En dat komt allemaal door de intentie en het loslaten. Het zetten van de eerste stap, ook al zien ze nog niet wat en hoe. Dat is het. Vertrouwen. Laat los en vertrouwen. Ja, en dat vind ik zo gaaf. Om vrouwen te begeleiden naar een succesvol bedrijf, een gelukkig leven. En dat ze dus ontdekken uiteindelijk, wat is dat dan wat ik wil en hoe. Ja, dat maakt mij gewoon heel erg gelukkig. Dat vind ik zo mooi om ze daarbij te begeleiden. En ze zo te inspireren met, ja, wie ben jij echt? Wie ben jij zonder alles wat jou geconditioneerd heeft? En wat wil jij echt? Op het moment dat je die laagjes gaat afpellen, dan komt de ware, zuivere waarheid naar boven van hunzelf. En dan komen de antwoorden ook naar boven. Ja, en dat is een intern proces. Een heel mooi proces. Ja. Dus ik vind dat fantastisch. Ik geniet er ontzettend van om ze erbij te helpen. En vooral waar ik voor sta is, wie ben jij echt? Ben jij echt jezelf? En wanneer ben jij jezelf? En ontdek jezelf. Van daaruit ga je vanuit je hartsverlangen ondernemen. Dat is voor mij de sleutel in het creëren van een succesvol bedrijf en een gelukkig leven. Die ligt daar. Niet alleen voor ondernemers natuurlijk, hè, maar ook gewoon in het leven aan zich. Ik moet zeggen dat ik ook mezelf aan het verdiepen ben al een tijdje in human design. En ik steeds meer ervan overtuigd ben dat human design een heel fijne mechanica is. Om jezelf te ontdekken van wie ben jij en wanneer ben jij echt jezelf. Omdat dat dus de kern is van een gelukkig en succesvol leven. De reis naar jezelf, ja,
Nou goed, ik kan hier nog heel lang over doorpraten. Maar ik ga afsluiten. En binnenkort komt er iets nieuws aan. Ik ga een nieuwe groep starten voor vrouwen die een eigen onderneming willen starten of een nieuwe onderneming willen starten. Ik heb natuurlijk al een programma voor veel VA's, waarbij ik VA's help om een bedrijf te starten. Ik heb een programma in hoe ga je iets succesvol manifesteren. Dus dat is voor mensen die vastlopen in het leven, in het werk, in de loondienst of in het ondernemerschap. Dus dat is echt een persoonlijke ontwikkelingstraining die heel diep gaat. En tot de kern gaat van wanneer manifesteer je nou succesvol en wanneer niet. Heel, heel waardevol. En er komt een nieuw programma aan voor vrouwen die heel graag een bedrijf willen starten, maar niet precies weten wat of hoe. Of het wel weten, maar daar hulp bij willen. En ja, daar ga ik een groep voor starten. Om ze te begeleiden om een eigen bedrijf op te zetten. En daar heb ik heel veel zin in. Dus, goed. Ja, go with the flow. Geniet van het leven. En dat geldt voor mij ook als ondernemer. Proberen elke dag dingen te doen in mijn business die ik ontzettend leuk vind. En zoveel mogelijk te genieten van het leven. Ja, ik wens jou een fantastische dag, avond of nacht toe. Net wanneer dat je dit luistert. En ik hoop dat je de volgende keer weer zin hebt om te luisteren. Want ik inspireer je heel erg graag.